Mijn naam is Gilly Koster en ik wil iets zeggen over die hele Zwarte Pieten discussie. In mijn opinie is het niet zo dat mensen die Zwarte Piet in zijn huidige vorm leuk vinden, per definitie racistisch zijn of een racist zijn. Ja? Maar wat je wel bent, dat is gewoon, als je weet, als het je uitgelegd is, dat het andere mensen en grote groepen andere mensen pijn doet. En je doet het toch. En je gaat toch met die blackface rondlopen. Ja, dan heb je gewoon het inlevingsgevoel van een amoebe. Dan wil je geen rekening houden. En dan wil je bewust andere mensen pijn doen. En je kan niet zeggen dat je het niet weet, want het is je voorgekoud. Weet je, het is gewoon op allerlei manieren heb je er notie van kunnen nemen dat het andere mensen pijn doet. En het maakt me geen donder uit of het nou witte mensen, zwarte mensen, moslims, joden, homo's, kakatoes, ratten, maakt me niet uit. Als je gewoon weet dat je bewust andere mensen pijn doet en je doet het toch onder het mom van traditie, ja, dan heb je het inlevingsgevoel van een amoebe. En dat heet in gewone mensentaal, dan ben je gewoon een botte lul. En ja, goed, ik vind dat je daar iets aan kan doen. Heel eenvoudig, we kunnen met z'n allen iets aan doen. Zwarte Piet hoeft niet te verdwijnen, of Zwarte Piet wel, maar Piet hoeft niet te verdwijnen. Hij moet gewoon een makeover krijgen.